Welkom back bij een nieuwe video. Zoals jullie zagen was ik onderweg naar mijn werk. Ik ben nu op mijn werk. Het is vandaag maandag 22 mei. En voordat ik de video echt officieel begin, wil ik even een shout-out doen naar Anna Louisa. Jullie weten dat ik 2 keer volgens mij in mijn vlogs wel sieraden van hen heb mogen ontvangen. Waar ik tot de dag van vandaag nog steeds heel erg blij mee ben. Deze sieraden zijn zo goed dat als je ermee doucht, ze verkleuren niet. Je kan ze dag en nacht aan. Ze zijn eigenlijk voor elke gelegenheid. Want dit hartje is sowieso mijn favoriet. Want het is zeg maar klein en het valt op, maar het valt ook weer niet op. Ik hou ervan. Het is gewoon echt een fijne ketting gewoon. En dan had ik ook nog deze ring. En die vond ik ook heel erg mooi, want het valt niet op, maar het valt ook wel weer op. Het is heel netjes. Je kan het aandoen naar je werk, maar je kan het ook aandoen naar uitgaan. Dus ik wil gewoon even zeggen dat ik nog steeds heel erg tevreden ben met die sieraden. Ik ga zeker sowieso nog daar bestellen. Want het is het gewoon waard. En ik hoop dat jullie destijds de meeste gebruik hebben gemaakt van mijn kortingscode. Dat jullie ook iets hebben besteld. Want ze zijn echt hele goede kwaliteit. Beter dan die goedkope dingen van Primark of zo. Maar deze dingen zijn gewoon hele goede kwaliteit sieraden. Dat wil ik eventjes zeggen. Vandaag is dus maandag. Ik ben nu op mijn werk. Ik heb een paar afspraken. En na werk ga ik even snel naar de stad, omdat ik een paar dingetjes nodig heb. En dan ga ik naar huis. Het is vandaag echt mooi weer. Het is echt mooi. Ik had gewoon met dit blouseje alleen naar buiten kunnen gaan. Maar omdat ik met OV ben, ik hou er niet van om risico's te nemen. Vooral in Nederland. Dus ik heb wel gewoon mijn jasje mee. Maar goed, ik ga nu gewoon eventjes werken. En dan zie ik jullie later. Eventjes, wie heeft me gestuurd om mijn jas aan te doen? Zie je die zweet? Zo vreselijk warm, mijn god. Jullie zien, ben ik eigenlijk al terug. Ben ik eigenlijk thuis, maar Maya moet naar bijles. Ik ben zo vreselijk moe. Het is zo vreselijk heet. Ik heb zoveel krampen in mijn buik. Volgens mij heb ik net te snel gegeten of zo. Of gedronken, ik weet het niet. Maar alles is fout. Schoon zon schijnt wel lekker. Maar ik ben zo vreselijk kapot. Ik ga via hier lopen. Echt moe. Ga ik dan Shakur direct ook ophalen. Dan moet ik even snel naar mijn moeder. Ik ben echt moe. Shakur opgehaald of hoor maar wel. Ik heb Shakur opgehaald. Ga je zwaaien? Doei. Hallo. Hallo. Oké, maar loop dan. Doei. Ja, we gaan even aan de kant, want de fietser komt eraan. Maar ik kan wel alvast lopen. Oké, nu kunnen wij. Kom maar. Weer klagen. Nee, ik ben echt moe, hè. Oké, ik ben moe van het lopen in de stad, dus. Maar het moest. Want ik heb andere dagen echt geen tijd. Te veel afspraken. Te veel werk. Dus ja. De zon schijnt wel echt lekker. Voorhoofd is poppin. Nou ja, ik kan lekker bruin worden. Ga even snel langs mijn moeder en dan ga ik wel naar huis, man. Nou, ik ben weer thuis en ik wilde jullie even. Dan veranderen het naar Nederlands. En ik wil jullie even laten. Oeh, er zit echt die theezak hier. Ik wil jullie even laten weten. Of laten zien wat ik heb gehaald in de stad. Niet veel. Maar ja, ik ben naar Zara geweest. Eigenlijk wou ik bij Zara zo'n jeansbroek halen met glitter. Maar ze hadden het niet. En juist voor dat alleen ging ik naar Zara. Maar ze hadden het niet. En toen ging ik online kijken. Want eerst online ging ik kijken thuis. Maar het was uitverkocht. En toen ik eens daar was vorige week of zo, paste die maat me niet die ik aan had. Ik dacht, ik moet een maat groter. Toen wilde ik het vandaag halen, was het niet in die winkel. En ik had echt geen kracht meer om naar die andere Zara te lopen. Dus ik ging ter plekke kijken in die app en hadden ze het wel. Dus ik heb het op die app besteld. Maar ik had een nieuwe body nodig. Deze had ik al, maar ja, ik heb gewoon een nieuwe gekocht. Gewoon een basic witte
body. En wat ik fijn vind bij Sarah bodies, of deze body dan, is dat het dubbel is aan de binnenkant. Dus mocht je geen BH aandoen, zit het gewoon fijn. Maar ja, ik moet wel een BH aandoen, want ja. Deze witte, die ga ik even terugzetten, want dadelijk vlekt het. Alleen dat heb ik volgens mij bij Sarah gehaald, ja. En deze broek. Het glinsterde zo mooi van de afstand dat ik dacht, nee. Deze heb ik bij Primark gehaald. Als je het een beetje ziet, zie je dat het een beetje soort van glittert. Maar in de zon ga je echt zien. Achter is het er niet. Maar ik ga het eventjes passen. Ik hoop dat het past. Als het niet past, ja, dan moet ik terug. Dit is dat broekje. Ik had het zelf wat groter gewild. Want hier bij mijn benen is het eigenlijk gewoon strak. Dus ik denk dat ik het toch... Maar aan de bovenkant zit het wel lekker. Zeg maar goed. Dat is die broek. Maakt mijn beeld sowieso nog platter dan het is. Maar ik vind het mooi. Maar ik denk... Ik vind het een beetje strak. Bij mijn benen hier. Hier is goed, maar die broek hier zo is strak. En ik vind het wel mooi. Die is echt perfect boven. Maar ik denk dat ik het toch terug ga brengen. En een maatje klein, groter ga nemen. Dit is maat 38. En dan ga ik maat 40 nemen. Ik keek naar die 40. Maar die 40 zag er zo vreselijk breed uit. Dat ik dacht. En ik had geen zin en kracht om het te gaan passen. Had ik het maar wel gedaan. Ik ga kijken wanneer ik deze week weer tijd heb. Om zo even snel naar de stad te gaan. Om het te ruilen. Wat is dat broekje? Ik vind het wel mooi. Dus ik ga het sowieso halen. Het is ook mooi high-waist. Het is niet echt bij mijn bil. Want ik hou niet van die billenshorts die echt bij die bil is. En dit is €16. Oké, nou die broek ga ik dus terugbrengen een van deze dagen. Dat was dus €16. Dit is die body en ik heb dit ook gehaald. Dit is eigenlijk voor het slapen. Het was zo'n setje met dit en een los broekje. Het is eigenlijk een pyjama, maar dit kan je gewoon dragen voor boven een high-waist broek of boven een rok. Of ja, daar heb ik het gewoon genomen. Deze was €4 en ik heb het in de maat S. Dat eigenlijk. En... Ik had nog een kleurtje ervan. Deze. Dat vond ik echt een mooie kleur. Een soort van felle roze of zo. Dat is echt mooi. Dus dit ga ik gewoon op een korte broek of zo aan. En dat was €4. En ik heb deze slippertjes gehaald. Gewoon voor erbij. Want ik heb deze soort slippers echt niet. Even kijken, want dat heb ik ook niet gepast. Soms hou ik ervan om dingen te passen en soms niet. Oh, deze is perfect. Nou, het was goed. En deze waren €1,30. Echt goedkoop gewoon. Als je presentjes geeft. Wat is er gebeurd? Wat is er? Nou, ik heb deze portemonnee echt zo... Ja, het is niet zomaar. Ik heb het gewoon nodig. Want mijn andere portemonnee is een beetje kapot. En ik hou van kleine portemonneetjes. Dus totdat ik weer een hele goede heb, heb ik deze. En hier zet je dan je pasjes. En als je wil, je kan ook nog briefgeld. En dit was ook maar €4. En dit heb ik voor Amaya. Ik vond het zo'n leuke jurkje en het is zo mooi op haar huidskleur. En jullie weten, ik hou van oranje. Dus ik heb deze voor Amaya. Deze was €13. En kom even. Ja, het gaat wel mooi passen. Het is echt mooi. Dus dat zijn eigenlijk de aankoopjes wat ik heb gehaald. Niet veel, want ik ging eigenlijk alleen voor die broek van Sarah. En voor die witte body. Dus de rest is eigenlijk erbij. En ja, dat eigenlijk. Ik ga nu wat eten. Even de afwas doen. Het lijkt alsof ik altijd in vlogs afwas, hè. Maar het is echt niet zo. Het is gewoon toeval.
Maar ik hou ervan wanneer ik 's avonds voor de tv zit, dat mijn afwas is gedaan, dat mijn keuken er netjes uitziet. En gewoon dat het om me heen netjes is. Door de dag heen ruim ik echt niet op wanneer die kinderen thuis zijn, want niemand heeft tijd om dat 10.000 keer te doen. Dus 's avonds doe ik het altijd. Ik noem het de avondroutine. Avondroutine begint om 7 uur en dat is nu 5 minuten, dan is het de avondroutine. En dan begin ik met Shakur douchen, klaarmaken voor bed. Dan moet Amaya douchen, ook klaarmaken voor bed. En dan begin ik hier op te ruimen als het nodig is. Ja, oké. Okay. Ik kom je even handen schoonmaken. En dan begint alles en dan ga ik douchen en dan kan ik eindelijk voor de tv zitten en gewoon mijn eigen ding doen. Dus dat gaan we nu doen. Let's go met de avondroutine. Kom je mee? Dit ding is zo vreselijk verslavend. Surinamers weten gewoon wat dit is. Ik wist niet wat het was hoor. Ik wist wel, ik had ervan gehoord, maar ik wist niet wat het precies was. Maar dit, hoe heet dat? Sucrici of zo? Oh my god, het is met mix van nootjes volgens mij en kokos en gember. Het is zo vreselijk verslavend. En dit is alles wat we over hebben. We hadden een hele grote zak van een Suriname gekregen. Dit is het enige wat over is. En ik blijf het maar eten. Sorry, maar... mijn schoonzus moet nog een keer nog meer sturen. Want dit is zo lekker. Zo ziet het eruit. Sorry, ik smak echt. Het is zo lekker. Pak maar gewoon. Hey, ik heb net gestofzuigd, hè? Pak het van de grond. Het is echt te spang, echt. Ga je douchen? Ja. Ik mag een bad. Mag ik ook bad? Welcome back bij een nieuwe dag. Het is echt al een paar dagen verder. En ik was ziek. Ik ben nog steeds een beetje ziek, maar... ik was echt ziek en ik had geen zin om te filmen. Het is vandaag vrijdag, het is ochtend. Ik ben onderweg naar de salon om mijn nagels, om mijn voeten te gaan doen. En daar, het is een hele drukke dag vandaag, want ik heb weinig tijd. En ik moet veel dingen dus doen. Ik ga mijn voeten doen en daarna ga ik mijn wenkbrauwen doen. Daarom heb ik mijn wenkbrauwen niet getekend, want ze zijn ook niet om te tekenen. Want ze zijn alle kanten op. Ik heb ze expres laten groeien, zodat er een iets mooiere vorm in kan komen. Zoals jullie zien, zien ze er gewoon niet uit. Ik vind het gewoon lastig om zo op straat te gaan, maar goed.
Dan ga ik mijn wenkbrauwen eventjes doen. En daarna ga ik mijn wimpers doen. Want de girl, jullie girl, is volgende week jarig. Het is zo snel gegaan dit jaar. Het leek op gisteren dat ik mijn 30ste verjaardag ging vieren in een zaal. Met La Rouge en zo. En Kankan 3 en alles erop en eraan. Het leek echt op gisteren. En nu word ik alweer 31. Met de wil van God en niet met de wil van de mens. Anyway, ja, dus ik ben me een beetje birthday preparations aan het doen. Omdat ik aan die weekend geen tijd heb om dit soort dingen te doen en zo. En ik wil alles gewoon op tijd hebben. Dus ik ga dan ook mijn wimpers weer doen. Ik heb al een paar weken geen wimpers gedaan. Dus mijn wimpers hebben nu een beetje een soort van rust gekregen. En daarna, het is gewoon druk. Dus maar ik neem jullie overal mee naartoe. Voor zover ik kan. En dan zien jullie before en after. Nou, ik heb mijn voeten gedaan. Ze voelen weer lekker zacht aan. Ik loop nu om mijn wimpers te gaan doen. Deze schoenen. De veters gaan altijd los. Wimper, before. Oh ja, ik heb trouwens ook mijn wenkbrauw gedaan. Ziet het niet echt, maar goed. Wimpers, before en straks en after. Het is nu pas 1 uur, maar ik ben al gewoon moe. Ja, mijn wenkbrauw. Gewoon geen zin meer. Ik heb mijn wimpers weer gedaan. Het is zonnig, dus je kan niet goed zien. Lekker vol. Ze heeft dunne haartjes gebruikt. Vind ik ook fijner. Dan die dikke, zware wimpers. Haartjes dan. Dan moet ik nu. Sorry hoor. Het duurde zo lang. Eigenlijk. Ik had verwacht dat het een uurtje zou duren. Maar het is nu 2:30. Zo, het is echt druk. Het is nu 2:30. En ik dacht dat ik 2 uur klaar zou zijn. Maar misschien omdat mijn wimpertjes een beetje kort zijn. Duurde het wat langer. Dus nu ga ik snel racen weer om mijn hoofddoek te halen. Niet de hoofddoek, maar iemand moest dat ding moest die hoofddoek brand. Oei. Iemand moest die hoofddoek voor me stikken. Dus ik heb iemand heeft dat voor me gedaan. Dus dat ga ik nu ophalen. Dan moet ik het brengen bij een andere dame die die hoofddoek voor me gaat binden. Want zondag heb ik een. Hey, het is warm hoor. Zondag heb ik een Madison. Een Winti Pre, Prisiri Pre, Sortu Pre. Dus. Dus ja. Oh ja, mensen. Nu ik die Red Bull drink. Ik had jullie verteld dat ik een 30 dagen challenge zou doen om water te drinken. Samen met Leroy. We hebben het bijna gehaald. Rond de 20ste zo. Begonnen we dorst te krijgen of zo. Dorst naar gewoon drinken, sap of iets. Iets met smaak. Want we konden niet meer. Maar het ging wel heel erg goed. Met het water drinken alleen. We konden gewoon niet meer. Maar ik drink nog steeds heel veel water. Want ik blijf van die flesjes kopen. Want ik vind als je die flesjes water in je huis hebt. Die grote of die kleine. Dat motiveert mij in principe. Of mij in ieder geval meer. Om water te drinken. Dan dat ik water ga drinken uit bijvoorbeeld de kraan of zo. Of uit wanneer ik heb gekookt dan in de koelkast en zo. Dus het motiveert me meer als ik flesjes water heb. Dus gewoon even snel drinken naar achter en het is op. En als het op is, kan je nog eentje pakken. Dus dat motiveert me meer. Dus dat wil ik even die update. En mijn ogen branden even. Oei, en iets zit los hier.
Nee. Ik moet gewoon even weer wennen dat ik wimpertjes heb. Want ik heb zeker 2-3 weken geen wimpers gehad. Of de hele maand mei of zo. Ik weet het niet, maar lang. Ja, ik ga nu even snel mijn dingen verder doen deze dag. Ik heb zoveel te doen. En ik wist niet eens dat dit maandag tweede Pinkster was. Ik wist het niet. Ik hou die vrije dagen niet bij. Dus ik zal zomaar naar mijn werk gaan. En alleen daar zitten. Want ja. Maar goed, ik ga snel mijn dingen doen. En dan kom ik zo bij jullie terug. Mensen, ik ben er weer. Ik kom net van die dame. En ik ben zo blij dat het af is. En ze heeft zo snel gewerkt. Voor haar is het gewoon een koek en een ei. Het is gewoon makkelijk voor haar, snel voor haar. Want ze maakt al gewoon kleding. Dus ik ben allang blij. Want ik met mijn last minute hoofd heb dus zondag die dingen, dat feest. En gisteren wilde ik pas die hoofddoek brengen naar iemand die het voor me zou vouwen. Maar goed. Het is deze stof. Laat me het even uit vouwen ofzo. Even daar zetten. Zon is fel in die auto, man. Kijk, het is deze stof. En dan moest ze dit randje voor me zetten. Dit randje. Zien jullie dat? Deze gouden rand moest ze voor me zetten. Dus ik ben al lang blij dat het is gelukt. En dan breng ik later, wanneer die andere dame thuis is. Ik ben echt lomp. Ik moet ook zelf leren om deze dingen... Nou, niet naaien, maar dan een hoofddoek binden of zo. Maar dan breng ik later. Ik heb nog een hele stuk stof over. Kijk, eerst was het dus gewoon zo met niets. En nu heb ik het gewoon lekker zo. En dan later, wanneer die andere dame thuis is, breng ik het verder. Zodat ze het voor me kan fixen. En dan zien jullie zondag het eindresultaat. Met die kimono en die hoofddoek in één. Ik ben moe, maar goed. Ik heb nu eigenlijk al mijn afspraken gedaan. Mijn haar ziet er niet meer uit. Mijn haar ga ik lekker dinsdag doen ook. Dus bear with me. Ik ga nu naar huis. En dan ga ik gewoon eventjes rustig zitten. Want straks komen die kinderen weer thuis. En dan ben ik weer in de weer. Echt wennen aan die wimpers. Weer. Ene oog lijkt altijd voller dan de ander, maar goed. Laten we naar huis gaan. Oma, welkom. Nou, het is wel welkom bij een nieuwe dag. Ik kan me eventjes niet herinneren wat ik voor het laatst had gefilmd. Het is in ieder geval vandaag zondag. Als ik het goed heb, 28 mei. En het is heel vroeg in de ochtend. Het is 28 mei, het is volgens mij iets van 9 uur in de ochtend of zo. Ik ben gedoucht, alles. Ik ga eventjes naar de winkel. Gisteren ging ik naar een feest. Ik heb gewoon niet meer gevlogd. Ik was het vergeten. Maar het was zo gezellig. Het was echt, echt, echt een gezellige feest. En ik had echt genoten. En vandaag ga ik weer naar een feest. Maar dat wisten jullie al. Want, oh ja, ik had volgens mij voor het laatste gevlogd dat ik mijn hoofddoek ging brengen, volgens mij. Voor vandaag. Dus vandaag ga ik weer naar een feest. Maar ja, ik begin eerst met een klant om 11 uur. En daarna zal ik Leroy's haar eventjes snel doen. En daarna denk ik dat we langzaam maar aan het klaar gaan maken en zo. Ik ben verrast genoeg niet moe of zo van het feest. Ik was zo laat thuis, 2 uur of zo. En ik was al om 7:30 wakker, want toen kwam Shakur natuurlijk. Ja, dat eigenlijk. Maar ja, ik ga nu even naar de winkel. Ik was ook echt, ik ben nog steeds ziek. Nou, ziek ja, een beetje. Ik hoest gewoon nog echt veel. Ik heb soms echt van die hoestaanvallen. Echt vermoeiend gewoon. Maar daarvoor neem ik pillen. En ik ga nieuwe pillen kopen ook nu. Want het is echt vermoeiend. Maar goed, ik ga nu eventjes naar de winkel. Wij gaan even naar de winkel, Shakurtje. Ja. Hij moet en zal die wagen zelf vasthouden. Lekker mooi weer erbij. Ja?
Mensen, ik ben klaar. Dit is de hoofddoek die ik had gebonden, laten binden. En ik heb eindelijk ook mijn outfit aan, dus die kan ik jullie ook laten zien. Dit is de outfit, de kimono. En mijn gouden hakken. Dat is de kimono. Heel veel onderlagen, 3 onderlagen. Deze schouders kan je ook zo dragen. Maar ik vind het mooier als het gewoon omhoog is. Dit is de full fit. Buiten ga ik nog meer foto's maken. Dan kunnen jullie het in de zon zien. Maar I like it. Ik hou van wanneer ik er zo uitzie. Voel ik me extra mooi. Maar ja, we gaan. Oké. Ik ben eventjes naar buiten gegaan. Want we hebben eten gehaald. En we hebben presentjes gehad. Dus die ga ik even in de auto zetten. I can't wait. Maar het is wel gezellig. Maar ik kan niet voor jullie daar filmen natuurlijk. Want het is gewoon Wintipre. Ja, het is een Wintipre. Dus je kan niet daar zitten filmen de hele tijd. Maar ik ga nu weer terug naar binnen. Mijn voeten doen nog steeds pijn van gisteren. Hè? Maar goed. Is dat ding goed? Nee. Want het is helemaal op mijn wenkbrauw. Let's go. Goedemorgen. Nou, het was gisteren echt leuk. Nou, leuk. Ja, het was echt gezellig. Het was echt een leuke Wintipre. Natuurlijk kon ik niet filmen daar. Dus wat ik heb gefilmd was gewoon toen ik buiten was of toen ik binnen was of zo. Maar niet daar natuurlijk. Dat is logisch. Ik wil wel eventjes met jullie dit presentje openen. Wat we hebben gekregen. Iedereen kreeg zo'n tasje. En iedereen ging gepakt en gezakt weg. Lira heeft die van mij opengemaakt. Dus dan heb je zo'n beker in, een mok beker in je gekregen. Dat is voor die mannen. Dit. Zo'n kleine stuk pangie, denk ik. Ja. Dit was voor de mannen. En in die pang is er dit gewikkeld. Een kalabas. Met een stukje kalabas. Maar dan kon je pipre water halen. Met dat ene ding. Ik vergeet hoe het heet. Maar mensen weten. Dit heb je. Dan kon je het zo eten. Echt net als vroeger. En dat is van Lira. Heeft het gewoon bij mij gezet. Dus eigenlijk kreeg je het zo. En dit is gewoon voor die vrouwen. Wat zeg je? Ik kom eraan. Ik kom. Sakkoetjes in de douche. Ja, dan krijg je het dus eigenlijk zo. Het is wat die Biesma's in het Nederlands. De ouderen. Hieruit gingen ze drinken. En ja, dat. Ik wil eigenlijk altijd zo eentje, dus ik ben blij dat ik zo eentje heb. En dus gewoon hetzelfde. En dan kon je daar ook weer privatar krijgen, dus dan moest je met dit gaan. Maar wij hadden natuurlijk al in onze auto gezet, maar ik ben ook niet van de privatar. Ik vind het niet zo lekker of zo. En natuurlijk gewoon een rood-witte. Dit. En jullie gaan niet geloven, dit zit erin. Volgens mij is dit ook sucrici. Het was meer, maar ik heb het al, ik heb al een paar gegeten. Ik weet niet. Maar pindat, het proeft ook een beetje tamarinde. Het is echt lekker. Echt jammer dat het zo klein is, want ik snap het niet, hè? Deze. Iedereen kent deze. Vroeger toen ik naar Suriname ging, tegen Webek, ging ik altijd deze koek kopen op Sanderij. En die grote pakken toch met alle kleuren.
Maar ik heb het zo vaak gegeten dat ik gewoon... Ik koop het niet meer. Maar het is wel lekker, hè? Maar ik koop het niet meer. Ik ben niet meer zo gek op. Ik weet niet wat dit is. Oh ja, ik denk het wel. Gestoofde birambi, et cetera. Denk ik. Hey. Gestoofde birambi en zo. Lekker hoor. Manja. Nee. Awara. Echt een stukje Suriname, mijn god. Stuk koek. Bruine koek. Gepakt en gezakt, hè. Oké, je hebt twee verschillende koeken. Perfect gewoon. Jezus. En je hebt deze. Maar deze raad ik wel gewoon nog even. En last but not least. Cassava chips. Sorry. Ik ga niet eten, want ik hou totaal niet van cassava chips. Gewoon, nee. Het is gewoon niet lekker. Ik wil allemaal zeggen, ik vind het niet lekker. Dus ik laat het precies zo. Anyway. Dat was dus het presentje. Ik ga alles eten. Deze ook niet echt. Het is wel lekker, maar... Maya kan het doen. Dit sowieso van mij. Het was lekker, het was leuk. Dit is pas een goede wintipré. Maar goed, ja, het is vandaag. Ik was maar vergeten, het is vandaag maandag. Tweede Pinksterdag, dus iedereen is vrij. Ik ga straks eventjes naar de stad, even snel een broek ruilen van Primark. Ik kan me gewoon niet meer herinneren of ik die kleding in deze vlog had gezet. Maar ik ga het even ruilen. En iemand had me gevraagd, had me deze vraag gesteld. Of ja, als hij viel. Over de Shein kleren. Alle kleren pasten me wel. Maar ik heb een paar kleren teruggestuurd. Zoals die groene jurk. Had ik teruggestuurd. Omdat die bandjes van die groene jurk komen echt hier. Hier zo zijn die bandjes. Dus het is zo gemaakt. En het zat gewoon niet zoals ik wou dat het moet zitten. Die heb ik teruggestuurd. Toch dat ene broekje met die soortige dingetjes aan de onderkant. Het korte broekje met die dingetjes aan de onderkant heb ik ook. Want het was toch echt te groot. Sowieso die slippers van maat 43. heb ik teruggestuurd. Want nee, het was gewoon groot. Wat had ik nog meer teruggestuurd? Een groene jurk. Oh ja. Die witte jurk met die soort balletjes met open dingen en hier ook open. Had ik ook teruggestuurd omdat ik vond dat het niet mooi zat. Ik heb die andere witte jurk ook teruggestuurd. Die lange witte jurk met soort van lijntjes, zeg maar. Heb ik teruggestuurd omdat het doorzichtig was. En ik heb geen tijd om in dingen eronder te dragen. En het zat... Nee, ik heb het gewoon teruggestuurd. En ja, die dingen heb ik teruggestuurd. Want ze zaten gewoon niet zoals ik hoop dat ze moeten zaten. En ook die spijkerrok. Met die zijkant. Wat open is, had ik ook teruggestuurd. Omdat die gewoon niet paste. Het was gewoon te klein. Het ging niet dicht. Maar die ga ik wel opnieuw bestellen. Omdat ik het toch echt een mooie rok vind.
Dus dan bestel ik gewoon een maat groter. Een maat of twee groter. Dat zijn de dingen die ik terug had gestuurd. En de rest heb ik gewoon allemaal gehouden. Het was niet veel, maar ik heb de rest gehouden. En ja, dat was een beetje mijn review. Ik ga de volgende keer, als ik weer een keertje op Shein bestel, ga ik wel gewoon die kleren aandoen op camera. Zodat jullie ook kunnen zien hoe het eigenlijk staat. Maar ik dacht, het duurt allemaal te lang en zo. Dus dan ga ik het wel doen. Maar ik moet even kijken. Ik kan niet weer gaan bestellen en weer bestellen. Nee, ik moet even time out. En zo, Shein is ook niet altijd goede kwaliteit of zo. Dus je kan niet al je kleren op Shein bestellen. Maar wel je zomerkleren. Of als je op vakantie gaat, kan je, raad ik wel aan om gewoon op Shein te gaan. Want ze hebben echt, echt, echt leuke dingen. En je ziet er gewoon expensive uit. Terwijl dat ding misschien 10 euro is. Maar goed, dat was het eigenlijk. Dat was mijn recap van gisteren. Mijn recap van de Shein. En mijn leuke unboxing. Alleen maar lekkere dingen van Suriname. Anyway, ik wil bij deze ook meteen de vlog afsluiten, want zoveel spannend ga ik vandaag niet doen. Ik ga alleen naar de stad en weer naar huis. En het ziet er een beetje bewolkt uit, maar ik hoop dat het droog blijft. En dan, ja, is dat het eigenlijk. Dus bij deze wil ik mijn vlog afsluiten. Ik zie jullie weer bij de volgende vlog. Stay tuned, want die volgende vlog wordt gewoon leuk. Ik kan jullie alvast zeggen, het wordt leuk. Dus als je nog steeds niet bent geabonneerd, maar je zit wel naar me te kijken. Je hebt wel een YouTube kanaal. Om te kunnen abonneren, abonneer dan alsjeblieft op mijn kanaal. Want dan weet je van alles wat er gaande is. En dan ben je van alles op de hoogte. Wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst, komt er ploep. Ayodele heeft een nieuwe video geplaatst. Maar goed, ik zie jullie bij de volgende vlog. Bye bye.